kom bij de drakentraining. Er is geen weg terug. Ik hoop op een paar vette brandwonden. Ik hoop dat ze me flink peuken. Op mijn schouder of mijn onderrug. Ja, zolang het maar een litteken oplevert. Ja, lachen. Pijn, lekker. Oh, te gek. Wil niet hem binnen? We gaan beginnen. De recruit die het beste doet, krijgt de eer om zijn eerste draak te doden, terwijl het hele dorp toekijkt. Hickie heeft al een hellevee gedood, dus mag hij niet meedoen, nog? Wat denkt hij nou echt dat hij kan doen? Geen zorg. Je bent klein en je bent zwak en daarom niet hun eerste doelwit. Ze denken dat je ziek of gek bent en pakken daarom de meer vikingachtige pubers. Dit is maar een voorproefje van de vele soorten waartegen jullie ooit gaan vechten. Akelige adder. Snelheid 8, panzer 16. De razende ritserrug. Plus 11, dubbele sluipstand. De monsternacht. Vuurkracht 15. De terriebele kieran. Aanval 8, vergif 12. Hou er eens mee op. En de gronkel. Kaaksterkte 8. Wow, wow, wacht. Ga je het ons niet eerst leren? Ik zeg altijd, aldoende leert men. Een les in overleven. Dat is vuur raakt. Niet dood. Vlug, wat heb je als eerste nodig? Een dokter? Snelheid plus 5. Een schild. Schilden nu. Het belangrijkste stuk uitrusting is je schild. Als je moet kiezen tussen een zwaard en een schild, neem je het schild. Hé, hey, blijf van de schild af. Er zijn hier 10 schilden. Neem die maar, er zit een bloem op. Echt iets voor een meisje. Oh. Oeps, en op deze zit bloed. Schorrie, morrie, eruit. Wat? Met die schilden kun je nog iets anders. Lawaai maken. Hoe meer lawaai, hoe meer je een draak afleidt. Elk soort draak kan maar een bepaald aantal keren vuren. Hoeveel is dat voor een gronkel? 5? Nee, 6. Correct, 6. Voor elk van jullie 1. Ik denk niet. Deze boot is af. Oh. Hickie, kom je nog? Ja. Maar goed, ik verhuis straks naar de kelder, dus kom er eens langs voor een krachttraining. Dat doe je zeker wel vaker. Snopflerk, eruit! Dus nu is het jij of ik, hè? Nee, alleen jij. Nog één keer vuren te gaan. Hickie! En dat is 6. Ga maar weer slapen, jij opgeblazen worst. Je krijgt nog wel een kans. Maak je geen zorgen. Denk eraan. Een draak zal je altijd willen doden.